denkt hij wel dat hij is, die Federico? Wat een stoker! Ah, ging je maar naar een andere school toe? Wat is er, meisje? Een probleempje? Ja, ik had er één en nu heb ik er twee. Ah, dat is niet belangrijk. Maak je geen zorgen, want jouw papa heeft me gebeld met nieuws dat jou zeker zal verblijden. Waar heb je het over? Kom eens hier, mijn schatje. Ik wil je voorstellen. Hallo. Wat moet hij hier? Maar wat zeg jij mij nu toch? Die knapperik die naast mij staat is Federico, de zoon van een vriendin van jouw vader. En hij zal een tijdje bij ons komen wonen. Super, hè? Wat? Hoezo komt hij hier een tijdje wonen? Lang zelfs. Nee, dit kan niet waar zijn. Wat een nachtmerrie. Nee. Wat is er? Wat heb je? Kom hier, ga zitten. Rustig maar. Kijk, hè. Federico is de zoon van een heel goede vriendin van je vader. Hij gaat naar de studio, waar jouw vriendje ook naartoe gaat en die andere gast die je leuk vindt. Nee, jij komt hier helemaal niet wonen. Dat gaat echt niet door. Oh, kom zeg, Violetta. Waarom niet, alsjeblieft? Oké, dan als het zo zit, bel dan maar met je vader. En leg hem maar uit waarom Federico niet een tijdje bij ons mag blijven. Neem mijn gsm maar. Oké, dan. Ik ben blij dat we het hierover eens zijn. En nu laat ik jullie alleen, zodat jullie kunnen kennismaken. Ik ben echt heel blij dat jij een tijdje hier bij ons in huis komt wonen. Bedankt. Tot straks. Olga! Oh, zo zit dat. Er is niemand hier in huis die weet dat jij zingt en dat je naar de studio gaat. Jij moet hier meteen weg. Ik viel bijna flauw toen ik die foto van jou zag. En zeker toen je stiefmoeder me uitlegde... Ik heb geen stiefmoeder. Sorry, dat wist ik niet. Jade heeft mij verteld dat je constant over van alles liegt tegen iedereen die hier in huis woont. Ja, maar ik vind het helemaal niet grappig. Ik denk niet dat grappig het juiste woord is. Federico, je weet toch hoe het zit in mijn familie, of niet soms? Sinds mijn moeder overleden is, wil mijn vader echt niks meer horen over zingen. Hij is bang dat ik in haar voetsporen treed. En daarom lieg je tegen hem. Dat is niet goed. Ik hoef jou daar helemaal geen verklaring voor te geven. Maar als jij het allemaal gaat verklappen, dan zul je daar iedereen mee kwetsen. Als dat zo is, dan hebben we wel een groot probleem. Want ik hou niet van liegen.